Dus hij belt mij zo rijdt terug. Hoe heb ik trouwens mijn auto geparkeerd? Is ja, niet... ik zag het, ja. Het duurde wel eventjes, maar... Is hij wel goed? Is hij niet te ver die kant op? Nee, is... nog, hè? Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe week en leuk dat je weer kijkt. Het is vandaag maandag en maandag betekent schoonmaakdagje op werk. Dus ik ben vandaag in Nijmegen bij Tweede Walstraat. Daar zit de piercingboutique en de tattoo shop. En zoals je ziet zit ik in de auto. Normaal zit ik altijd hiernaast. Ik heb wel een rijbewijs, maar ik vind het nog steeds doodeng om te rijden. Maar ik moet het wel gewoon zoveel mogelijk doen. Ik had een auto gekocht. Ford Ka'tje. Maar die heeft mijn moeder ondertussen, omdat haar auto stuk is gegaan. Plus, ik durf er niet in te rijden, omdat er van alles rammelt en bang ben dat ik ergens langs de weg kom te staan. Dus ik mag gelukkig Eddie's auto meenemen. En ik ga je vandaag weer meenemen, een nieuwe dag. Oh ja, en vandaag, of nee, deze week is al in het teken van geen geld uitgeven. Dus ik heb zondag gisteren mijn weekboodschap gedaan. En daar blijft het dus ook bij. Dus ik heb een voorraadje ontbijt ingeslagen. Eten en drinken. En ik ga kijken hoe dit me afgaat. Weet je wat het is? Het is dat normaal vind ik online shoppen ook wel leuk. En ik geef echt het liefst gewoon geld uit. Dat is gewoon, ja, ik denk dat heel veel vrouwen dat gewoon graag doen. Alleen wat nu het geval is, is dat doordat je thuis zit, alles zit in de sale. Dus je bent gewoon continu bezig in je hoofd met die advertenties. En dan zie je weer een naked advertentie. En dan weer van, hoe heet die hoesjes ook weer? Die mooie telefoonhoesjes waar iedereen reclame voor maakt. Die was 70% korting. Maar nee, ik ben aan het sparen voor een huis. En voor een auto. Dus geen geld meer uitgeven. En dan heb ik alleen tussen aanhalingstekentjes. Tenzij het is voor Juda. Want die groeit zo hard uit zijn kleren. En het wordt zo warm. Dus ik heb echt wat nodig voor hem. Maar ik kan het ook volgende week gaan halen natuurlijk. Zodat ik deze week dan alsnog geen geld uitgeef. Nou, dus ik ben aan het wachten. Maar er zijn al wat collega's. Dus let's go. Another day. Another schoonmaak. Korten? Ja. Hoi. Hi, hebben jullie al gezien dat jullie ook in mijn vorige vlog staan? Nee. Nee, want er kijkt niemand naar mijn vlog. Nou ga ik wel kijken. En we zijn weer klaar. En wat we nu gaan doen, ik ga nu naar huis. Je kan trouwens nog steeds dingetjes bestellen en zo via de webshop. Ik zou hem even hieronder in de biografie zetten. Of hoe noem je dat? In de beschrijving. En dan kan je nog steeds dit soort dingen. Zoals die en die en die. Die. En ik weet niet, Sanne heeft ook van alles. En die. Die. Kijk hoe mooi. Ik ben weer thuis. En ik neem Juda en Eddie even mee wandelen. We gaan even naar de Gamma. Om wat tie-ups te halen. Wat moet je nog meer hebben? Even behangplak. Oh ja, behangplak, want ik heb het behang van de muur afgezogen. Met de stofzuiger, per ongeluk. En met... we mogen met Juda niet naar binnen. Dus dan ga ik even buiten met hem wachten terwijl Eddie even die spullen haalt. Ja, dat gaan we doen. Juda, laat eens je schoenen zien. Kijk! Kom eens. We zijn matching. Nee, niet geïnteresseerd. Oh, wow! Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Eddie en ik hebben echt een helse nacht achter de rug gehad.
hebben we wel vaker, maar zoals vannacht is wel weer even pittig. Ibra werd om 12:30 wakker of zo, 2:00. En toen heeft Eddie hem eerst gedaan tot iets van 3:30, 3:15. Toen ben ik daarna met hem gaan zitten en met hem in slaap gevallen op zijn stoel tot iets van 7:15 of zo. Dus ik heb echt maar van 4:30 tot 7:15 geslapen. Maar ik dacht, om mezelf een beetje fit te houden, ga ik sporten. Gewoon lekker thuis, achter de tv. Ja, we moeten iets. Ik heb vandaag even gewerkt en voor Eddie en voor de piercingboutique even wat nieuwe gifjes gemaakt. Ook voor Koningsdag, wat er binnenkort aankomt. Dus als jij binnen zit met Koningsdag, gebruik dan Koningsdag in quarantaine. Dit mooie gifje. En ik heb mijn bevallingsvideo opgenomen, want dat wilde ik echt al doen sinds mijn bevalling. Maar ik had iedere keer gewoon het lef niet om camera erbij te pakken en het gaan filmen. En nu ik toch bezig ben, dacht ik, yes, nu kan het eindelijk. Ik ga lekker buiten spelen met Juda. Het is lekker weer. Ondertussen ben ik aan het wachten op een telefoontje. Een heel belangrijk, hoop ik, telefoontje. Want wij zijn vorige week gaan kijken naar een huis. Want wij willen graag een huis kopen. En nu hebben we een bod uitgebracht. En daar krijgen we deze week over te horen. Dus ik hoop echt dat het het wordt en dat wij een huis kunnen kopen. Zo niet, gaan we gewoon ook weer lekker verder zoeken. Dus ik ga even lekker naar buiten. Kijk! Hier kan ook vogeltjes, hè? We zijn even aan het skileren met mijn buurjongen en mijn buurmeisje. Kwak, 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 kwak. Oké, en net zoals heel Nederland waarschijnlijk ook heeft gedaan, heb ik net gekeken naar de persconferentie. En ik wil er niet te veel over zeggen, maar er zijn wel twee dingen die ik erover kwijt wil. Ten eerste, ik kan helaas nog niet gaan werken. Ik werk namelijk in een beroep of in een contactberoep. Misschien dat de winkel wel open kan, dat zal wel heel chill zijn. Maar dat is ook nog allemaal even de vraag. En ten tweede is dat de dagopvang weer volledig open gaat. En dat is iets waarvan ik niet zeker weet hoe ik me daarbij moet voelen. Om nou massaal met z'n allen de kids naar de dagopvang of naar school te laten gaan, vind ik toch een beetje apart. Dat er een bepaald onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen en volwassenen. En dat kinderen daardoor minder, minder risicogroep zijn. Is misschien ook wel zo, maar toch, je weet het nooit. Dus ik twijfel nog of ik Jura naar de opvang ga doen, ja of nee. Ik denk het eerlijk gezegd niet. En ook omdat de mensen die werken in vitale beroepen, vind ik dat die gewoon meer recht hebben op kinderopvang. En ik vind ook dat zij gewoon met volle vertrouwen moeten weten dat hun kinderen bijvoorbeeld geen risico op kunnen lopen. Dus ja, ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. En ook of jullie je kids dus wel of niet naar de opvang doen en waarom. Misschien dat ik er dan nog even over na kan denken. Maar dat is wel een iets wat ik graag zou willen weten. Ja, nee. Papa net buiten geweest. Oh. Hey! Hey, Juda! Hi! Hey, Juda! Hoe gaat het met jou? Goed! Goed! Ja. Goed, mama. Wat doe? Wat heb je? Hij eet hagelslag. Ja, echt zo'n arme familie krijgt 6.000 elke maand. Dat is niet veel. Dus de rest krijgt niks, want de regering moet heel veel geld uitgeven voor deze crisis.
Office is echt... En ik vlog. Ja. Heb je gezien? Wat? Mijn video op YouTube. Nee. Oh, moet je Satria vragen? Over wat? Goedemorgen, het is vandaag donderdag en weer een nieuwe vrolijke dag. Ik heb gisteren niks gefilmd, want gisteren hebben Eddie en ik mega goed nieuws gekregen. Maar ik durf daar nog niet te veel over te vertellen. Het moet nog allemaal even rond zijn, er moeten nog wat papieren worden getekend. Maar we moesten daar gisteren best wel veel voor regelen. En ik geloof erin, als je niet specifiek vertelt, maar gewoon denkt, dan... komen je dromen uit. Love, attraction, dingen. Ik heb vanochtend met mijn vader gebeld. En ik dacht, dat is ook wel even een dingetje. Mijn vader komt dus uit Bali. Hij is zelf volledig Balinees. Dus ik ben half Balinees en half Nederlands. Voor de mensen die het niet weten, Bali ligt in Indonesië. Toen ik 17 was, ben ik naar Indonesië verhuisd. Alleen. Voor het eerst alleen vliegen. Dat was echt super spannend. En... ik heb daar zo ontzettend veel meegemaakt. Ik ben daar gebleven tot mijn 20ste. En het heeft me echt gewoon gemaakt wie ik nu ben. En daar moet ik wel even bij zeggen. Kijk, mensen kennen Bali ook gewoon van de mooie villa's, stranden, luxe party tent, beach tenten, dat soort dingen. Ik heb Bali wel op een hele andere manier meegemaakt. Mijn vader was natuurlijk niet rijk. Hij is gewoon... hij heeft gewoon normaal werk daar. En ik denk ook dat op Bali en de mensen die er zijn geweest, die kunnen misschien wel relaten. Maar daar hangt daar zo'n bepaalde spirituele vibe. Dat je alles veel intenser meemaakt ofzo. Ik weet niet. Nou ja, in ieder geval, weet je, we hadden het daar niet mega breed. Maar we deden het met de, hoe noem je dat? Riemen. We roeien met de riemen die we hebben. Wacht, ik ga het opzoeken. Oké, ik heb het even opgezocht. Men moet roeien met de riemen die men heeft. Nou ja, zo'n verhaal was het een beetje. Dus ja, we hebben daar best wel veel samen meegemaakt. Het is wel allemaal... ik wil niet te erg ingaan op de details van de tijdlijn. Omdat er zijn natuurlijk best wel wat heftige dingen gebeurd. Die best wel ook privé zijn voor mijn familie. Maar ik probeer het verhaal een beetje in grote golflijnen of zo te vertellen. Uiteindelijk besloten naar Nederland te gaan... wat de beste keuze ooit was. Want anders had ik Eddie nooit ontmoet. En had ik mijn lieve Judatje nu nooit gehad. Maar het is wel een hele goede ervaring geweest. Dus als je ooit naar Bali gaat. En je hebt een tourguide nodig. Nederlands. Dan DM me of pb me. Of ik weet niet hoe dat allemaal heet. Of leave iets in de comments. Dan zal ik je connecten aan mijn pa. En die kan dan een leuk schema voor je uitzoeken. Mooie hotels, budget hotels, whatever jij wil. Dat kan hij voor je regelen. Dat is mijn Bali story. Als je daar vragen over hebt, vraag ze graag. Weet je, sommige dingen zijn te privé voor mij om hier, om dit echt in een video te gooien. Maar ik vind het zeker niet erg om bepaalde dingen te delen. Zit je ook in zo'n soort situatie en je komt er niet helemaal uit. Weet je, we kunnen er gewoon over praten. Dus connect me. En dan gaan we vandaag weer verder. Zo, ik ben net in Nijmegen geweest. Want ik moest mijn werkgever wat papieren laten tekenen. Voor dus waar we mee bezig zijn. Ik hoop dat het als het morgen rond is, dan kan ik het nog in deze vlog vertellen. Dat is... oh my god. En ik moet gewoon weer aan het werk. En dan ben ik ook gewoon niet thuis. Dus ik hoop echt dat dit een kleine fase is. Want ik vind het wel naar om iedere keer zo van huis te gaan. Met zo'n gevoel in mijn buik. Ik haat autorijden echt zo erg. Ik weet niet waar ik... oh, nu heb ik de afslag. Heb ik de afslag gemist? Ik heb de afslag gemist, of niet? Oh, kut. Oké. Mega detour. Maar ik zit eindelijk op de weg waar ik op wil zitten. Ik had echt twee afslagen kunnen nemen, maar ik weet niet wat er gebeurde. Ik denk kleine paniek, error of zo, dat het allemaal niet ging. Maar ja, we zijn onderweg naar Edje. Ik hoorde met niet hierin rijden, die afslag. Dus toen dacht ik, hè, fuck. Dus toen ben ik omgedraaid. Toen ben ik richting Oosterhout gereden. En voor Oosterhout
de snelweg opgereden. Ik kan weer tanken dadelijk. Echt. Oh ja, en nog een onderwerp waar ik deze week mee ben begonnen. Geld uitgeven. Nu moet ik zeggen, ik heb maandag wel geld uitgegeven. Omdat er stond een triptrapstoel op Marktplaats. En ik wil er heel graag eentje. Maar ik vind zo'n nieuwe vind ik gewoon echt best wel duur. Als Judas geld. Ja, dus, oh ja. Maar het was wel van Judas zijn geld. Judas heeft zijn eigen spaarpotje. Waar wij dan dit soort dingetjes van kunnen kopen. Dus het was eigenlijk Judas geld dat ik heb uitgegeven. Niet mijn eigen geld. Dus dan mag het. En verder heb ik nog helemaal niks uitgegeven. Zelfs niet eten of drinken of zo bij een cafetaria of dat soort dingen. Vind je knap van mij? En trots op je schatje. Ben ja. Maar aan. Ja, ja, ik vind het wel lastig. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Het is echt vandaag een super exciting day. Ik heb zoveel zin in vandaag. Want ik wil het eigenlijk gewoon vertellen. Want eind van deze video. Je ziet waarschijnlijk in de titel toch wat ik bedoel. Eddie en ik gaan tekenen voor een huis. Oh my god, ik vind het zo leuk. Want nou ja, wij zijn al enige tijd op zoek naar een huis. Sinds dat ik zwanger was eigenlijk. Maar we wisten niet wat voor opties we hadden. Toen zijn we gaan kijken naar of we konden gaan kopen. Ja, wat gesprekken gehad. En toen bleek het uiteindelijk te kunnen. Hebben we van de week of vorige week hebben we een bezichtiging gehad. Nou, we vielen allebei, ja, we waren allebei gelijk verliefd op het huis. En een bod gedaan en geaccepteerd. Dus vandaag gaan we tekenen. Oh, ik ben zo blij. Dit is echt een volgende stap voor ons, voor Eddie en mij. Voor samen als gezin. Ja, ik heb er mega veel zin in. Ja, ik ben gewoon super blij. Oké, en op naar het volgende onderwerp. Ik zou geen geld uitgeven deze week. Nu heb ik dat bij de ketje van de Douglas niet gedaan. En ik had op Instagram van de week een post gepost. En daarbij gezet van weekend een leuk boutiqueje met comfy kleding. Omdat ik raak een beetje uit mijn joggingsbroekjes en zo. En dat was deze van Jamie's Mode. Dus ik ga ze allebei even uitpakken. Ik had vorige keer mijn puistenbende laten zien. En toen dacht ik van oké, ik wil even een andere skincare. En ik kijk heel vaak naar die filmpjes van, ik weet echt niet hoe ik zijn naam uit moet spreken. Hiram? Hij is echt zo'n skincare guru. Hij kent ook al die ingrediënten en zo. En hij had een video opgenomen voor een huidtype met een vette huid. Dus ik heb gewoon letterlijk al die producten besteld die hij heeft opgenoemd. En dat is van allemaal verschillende websites. Dus dit is deel 1. En dat zijn deze Ordinary producten. Ik zie er heel veel over. Ik heb het echt nog nooit gebruikt. Het is ook gewoon best wel cheap voor skincare. Dus ik ben echt benieuwd of dit werkt. Dit is de niacinamide. 10% zink, 1%. En de lactic acid, 10%. Sorry voor mijn inleiding. En oh, dit had hij niet gedaan, maar dit vind ik gewoon super fijn. Voor 's ochtends om mijn gezicht te reinigen, micellair water. Oh, maar kijk hoe leuk. Finally! Ik ben echt al zo lang op zoek naar zoiets. Ik ga ze even aandoen. Kijk dan. Oh, ik vind deze zo leuk. Oké, ik ga hierin wonen vanaf nu in de quarantaine tijd. Overigens, alle producten die ik laat zien zijn zwaar niet gesponsord. Ik ben nog lang niet zo ver in mijn vlogcarrière dat ik dingen krijg. Maar ik vind het wel heel leuk om dingen te laten zien. Omdat ik namelijk ook heel veel reviews lees en kijk en zo op YouTube. En de dingen die ik echt goed vind, die zal ik ook laten zien. Niet de dingen die ik niet goed vind, want ik vind dat dat geen aandacht verdient. We hebben getekend! Papje, we hebben een huisje! Thank you! Cheers! Van afstand! Proost, Suda! Zo, goedemorgen. Cruella de Wil is ook wakker. Het is vandaag zaterdag. Ik film normaal als ik me al klaargemaakt, maar ik wil heel even een stukje laten zien. Want wij hebben de box. En dit is echt heel
ja, goedkoop in elkaar gezet. Maar we hebben er van die plaatjes neergezet. En ballenbakballen gekocht. Oh, gezondheid. En tip, want je hebt van die hele mooie dure ballenbakken. Van echt 120 euro of zo, 180 euro. Dus ik heb allemaal van die platen gekocht bij de Decathlon. Volgens mij 1 euro per stuk. En deze ballen, dit zijn hondenballenbakballen. Hey! Van de Intratuin. En dat was 200 stuks voor 40 euro. Dus dit is echt een cheap manier. En jij vermaakt je iedere ochtend goed, hè? Vermaak je je goed? Uit. Oké. Uit. Ja, gaan we eruit. Ben er weer. Ik heb me even helemaal omgetoverd. Haartjes weer gedaan. Die vreselijke wallen heb ik geprobeerd een beetje weg te werken. Maar as you can see, I'm still pretty tired. Dit is mijn setup in de babykamer om een selfie te maken. Met mijn fluffy slippers. Ja, ik heb vandaag een beetje een schoonmaakdagje. Dus ik heb even alle wasjes gedaan. Weer schoongemaakt, zo geboven. En, oh ja. Gisteren hadden Eddie en ik dus getekend voor het huis. Nu zitten daar wel een beetje haakjes en oogjes aan. Want dit is alleen getekend voor het huis. Hypotheek en alles moet nog rond. Maar in principe hebben we daar wel de volste vertrouwen in dat dat gaat lukken. Dus ik hoop het. Ik probeer niet mega nog excited te zijn. Want er zijn dus nog een paar dingetjes die dan nog helemaal rond moeten. In principe hebben we het huis dus al. Maar je weet maar nooit. Je hoort wel eens van die verhalen dat het ineens op het eind niet meer doorgaat. Of whatever. En ook met corona. Misschien willen die mensen toch in hun huis blijven. Ik hoop het niet. En we moeten ook sowieso nog best wel wat doen aan het huis. Niet mega veel of zo. Maar wel een beetje verf, nieuwe vloer erin. Een muurtje moet eruit. Dus, maar het lijkt me wel heel leuk om dat allemaal te gaan filmen. De verbouwing en zo. Oh ja, ik heb net trouwens wel heel leuk mezelf in de spiegel laten zien. Maar dit is mijn schilderpak. Nee, grapje. Dit is een, ik weet niet of je het goed kan zien. Een soort off-white pakje van de Bershka. Ik ben echt groot fan van de Bershka. Heel vaak hebben ze er geen leuke dingen, maar toch zitten er af en toe van die dit soort dingetjes tussen. Ik draag hem eigenlijk niet zo vaak, want ik vind me dus altijd lijken op een schilder. Maar nu heb ik hem weer aangedaan en dacht ik, toch wel heel erg leuk. Nog één. Mogen af. Nog één. Dit is de zaterdagavond wanneer je kinderen hebt. Ga je dit soort dingen doen. Het is niet meer feesten. Wow. Nou. Nog eentje? Laat eens zien hoe goed je kan blazen. Wow. Goedemorgen, het is vandaag zondagochtend. Wij hebben gisteravond wat spulletjes besteld bij de IKEA en die gaan we nu ophalen. En ik denk dat dat een van de domste dingen is die we hebben gedaan afgelopen tijd. Want het enige wat we hebben besteld zijn handdoeken. En ik weet niet of je het nu kan zien, maar er staat dikke file voor afhaal. Dus dat. En we hebben vannacht redelijk goed geslapen. Jawel. Jura is vanochtend nog. Die viel om 8 uur weer in slaap. Dus toen hebben we tot 10:30 nog lekker met z'n allen in bed gelegen. Dat zijn de lekkere momentjes op de zondagochtend. Dus we gaan onze handdoeken ophalen en daarna boodschappen doen. Oké, never mind. De file was voor de Hornbach. Bij die IKEA staat geen file, top! Dus we gaan boodschapjes doen. Handschoentjes klaar. Alcoholspreetje bij de hand. Filiaalmanager naar de kassa alstublieft. Nou,
ik heb mijn zondag weer besteed aan editen de hele dag. Het gaat er nog niet beter op, maar we gaan er wel op vooruit. En ja, ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat je dit een leuke vlog vond. Sorry dat hij een beetje lang was. Veel informatie, veel leuk nieuws. Maar ook gewoon dingen die ik over mezelf nog wil vertellen. Ik denk dat het naarmate wel minder wordt. Het is natuurlijk dat ik nu veel moet uitleggen. Maar ik hoop dat je het in ieder geval wel heel leuk vond. Ik heb van de week een andere video opgenomen over mijn bevallingsverhaal. Like die ook even als je toch bezig bent. En abonneer, vergeet dat vooral niet. Ik hoop je volgende week terug te zien. En dat was een hele fijne Koningsdag. Doei!